Ben van Hulst van de Ongediertebestrijding heeft werk genoeg. De zwarte rat duikt weer regelmatig op. Hij heeft de afgelopen tijd 6 meldingen gehad uit Eindhoven. Het eerste half jaar is hij 100 keer in actie gekomen. De zwarte rat is een aardig probleem aan het worden. Het beestje is super intelligent en breidt zich behoorlijk uit in Nederland en met name in Brabant. Dat het een beetje de verkeerde kant op gaat. Ja. En waarom zorgt hij voor zoveel problemen? Nou, het beestje, voorheen is bekend dat hij de pest veroorzaakte, maar het beestje heeft natuurlijk veel bacteriën bij zich. En hij begeeft zich nu echt onder de mensen. Vroeger zat hij alleen bij de boeren en op het moment komt hij gewoon in woningbouw en bij huizen voor en ook behoorlijk. De ratten komen af op de etensbakken van konijnen in de tuin. Daarna nestelen ze zich lekker onder het dak van het huis. Om de ratten te lokken en te bestrijden mengt Van Hulst voer met gif. En hij gaat daar via de spouwmuur, klimt hij naar boven naar dit zoldertje en hier woont hij dus. Van Hulst wil dat er een meldpunt komt vanuit de gemeente, zodat niet iedereen op eigen houtje aan de gang gaat met de bestrijding van ratten. Wat ik regelmatig tegenkom en wat een beetje stuitend is, je doet een bestrijding bij burgers en ook eventueel bij de buren. Maar dan blijkt dat er 100 meter verderop mensen zijn die bijvoorbeeld wat kipjes hebben. En die doen niet mee aan de bestrijding, want die doen dat wel zelf. En die kopen wel ergens bij een winkeltje wat spul of ze hebben wat klemmetjes. Maar die mensen, dat kan een bron zijn. En als je daar niet professioneel gaat bestrijden, dan blijft dat intact. Bij de gemeente is nog niets in gang gezet. Voorlopig moet Van Hulst nog ratten bestrijden op de oude manier.